Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Super leuk dat je weer kijkt. Vandaag ga ik weer een video maken waarin ik mezelf ga opmaken en ondertussen ga kletsen. Maar deze is een beetje anders dan anders, want het leek mij wel heel erg leuk om gelijk een aantal nieuwe producten van Catrice te testen. Ik ben namelijk naar de Kruidvat geweest en ik heb een aantal producten die mij heel erg aanspraken meegenomen. Waaronder dit mooie Blush Artist paletje. De Sun Glow Mineral Bronzing Powder. De High Glow Mineral Highlighting Powder. En als laatste iets waar ik echt heel benieuwd naar ben. Het Allround Contouring Palette. En die heb ik dus allemaal gebruikt voor deze look. Dus wil je weten hoe ze me zijn bevallen. Hoe ze werken. En nou ja, al dat soort dingen. Kijk zeker verder. Voor de rest heb ik ook geprobeerd om zoveel mogelijk budgetproducten te gebruiken. Qua basis, maar ook qua oogschaduw en zo. Zodat het gewoon ook wel een leuke betaalbare look is. Ja, dat leek me gewoon wel heel erg leuk. Als het je alvast leuk lijkt dat ik dit ook ga doen met Essence producten, doe een duimpje omhoog. Die hadden ze nu helaas nog niet in de winkel. Zodra die er zijn, kan ik ze halen en kan ik weer zoiets doen. En dan gaan we nu beginnen met deze look. Veel plezier met kijken. Het leek me wel leuk om vooral veel budgetproducten te gebruiken. Dus ik begin met de Nivea Men Aftershave Balsam als primer. Wel bekend door Nikki Tutorials natuurlijk. En die dep ik in mijn gezicht. Totdat hij lekker plakkerig aanvoelt. Want dan weet je zeker dat de foundation die je daarna erop gaat aanbrengen heel erg goed blijft zitten. Dan ga ik verder met de Catrice Even Skin Tone Beautifying Foundation in nummer 010 Even Vanilla. En daarvan breng ik ongeveer 1,5 pompje aan op mijn handpalm. En die verdeel ik dan als eerste met mijn vinger in stippen over mijn gezicht. Dat vind ik altijd het meest prettig werken. Mocht je een hele lichte huid hebben, ik weet dat Catrice nog één tint lichter heeft dan deze. Ik heb deze wat meer in de zomer gekocht. Waardoor ik die niet heb. Maar ik heb echt heel erg hier een uitbarsting. Maar ik weet dat die er is. En eigenlijk zou ik die nu misschien ook moeten hebben. Maar goed, we gaan maar gewoon het even doen met degene die we nu op dit moment hebben. 1,5 pompje is nog best wel veel zo. Als je het verspreidt over je gezicht. Oké, dan gebruik ik van Real Techniques de Miracle Complexion Sponge. En daar ga ik het mee in de huid deppen. Dit is een ietsje dikkere foundation, waardoor ik misschien liever een kwast eigenlijk gebruik. Ik vind zo'n beauty blender heel erg fijn, maar liever met iets meer vloeibare foundations. Dan gaat het wat gemakkelijker. Dus ik ga toch ook iets meer wrijvende bewegingen maken, want met alleen deppen gaat het hem niet helemaal worden, denk ik. Sponsje is heel fijn, want je door de afgevlakte vorm heb je ook hoekjes waarmee je heel erg goed bijvoorbeeld bij de neusvleugels kan komen. En in de ooghoeken. Spruit een beetje uit naar de nek. Ik moet zeggen, hij matcht eigenlijk goed. Het kleurverschil is heel minimaal met mijn nek, dus dat is fijn. Nou, ik heb allemaal producten van Catrice voor het gezicht. De Liquid Camouflage High Coverage Concealer, dit is echt mijn favoriet. In nummer 010 Porcelain. Die is echt super licht. En dat vind ik heel erg mooi voor een concealer. En ik vind deze ook gewoon heel prettig. Omdat die ook niet te uitdrogend of zo is. Sommige hele dekkende concealers vind ik best wel stroef om te blenden. Heeft deze helemaal niet. Ik gebruik die ook gelijk een beetje op de plekken waar ik zo ook ga highlighten. En dan gaan we gewoon vrolijk verder met deze spons. Ik zie nog steeds die twee massive pukkels, dus ik ga even met een cream concealer die heel erg goed dekt, ga ik die wat verder bedekken en hopen dat het dan eindelijk weggewerkt is. Dit is er eentje van Lord & Barry, dit kun je bij de make-up spot kopen. Maar je hebt ook een camouflage concealer van Catrice, ook in zo'n potje, die ook heel erg goed werkt voor dit soort pukkeltjes. Dan gaan we afpoederen. Ik gebruik de Prime & Fine Mattifying Powder. Dus deze witte poeder. En deze vind ik echt super prettig. Omdat je hem niet heel erg goed op de huid ziet liggen. En hij matteert de heftigste glow eraf. Maar niet dat je echt een poppenhuidje hebt, zeg maar. Nu ga ik verder met het Allround Contouring Palette. En dit is dus een cream palette met allerlei kleurtjes. Waarmee je dus je gezicht kunt contouren. Op de achterkant staat een beetje hoe je het moet aanbrengen. Spannend. Maar we zullen het zien. Ik denk dat het wel prettig is om mijn concealer brush voor het aanbrengen te gebruiken. Dus ik ga als eerst in de kleur die ik hier zie. Helemaal aan het uiteinde. En die ga ik hier
bij de haargrens aanbrengen. Oh, dit is een hele coole kleur. Dat is misschien op zich wel goed. Echt heel erg dom dat ik net al een beetje heb afgepoederd. Ik kwam er pas toen ik net bezig met poederen was achter dat ik dit nog moest gebruiken. Dit is natuurlijk een cream product, dus eigenlijk moet je daarna pas afpoederen. Maar zo te zien valt het wel mee, werkt het nog best wel goed gelukkig. Wordt meteen echt heel erg vies dit paletje. En deze bruine kleur lijkt iets warmer dan die. Dus die ga ik nog een beetje gebruiken op de plekken waar ik ook wat warmte wil. Behalve dat hele koele. Dus dan doe ik dat erboven. Hier zo. Het is gewoon maar een experimentje, hè, jongens. Ik heb überhaupt nog nooit met een crème product gecontourd. Laat staan met dit product. Oké, dan gaan we verder met de highlight kleur. Deze heeft shimmer, dus die bewaar ik echt tot het laatst. Ik begin gewoon met deze twee kleurtjes. Highlighten doe je vooral in het midden van je gezicht. Maar er staat dus super fijn. Op de achterkant staat een plaatje. Op welke plekken je moet highlighten. Ik doe ook altijd hier, omdat ik daarna op mijn cupido boogje highlighter ga aanbrengen. En voor onder de ogen heb ik wel eens begrepen dat zo'n meer gelige kleur heel mooi is. Dus dan ga ik voor deze in plaats van deze. Ik hoop niet dat het nou te donker is. De gewone concealer heb ik natuurlijk al aangebracht. Maar dit is eigenlijk wat je daarna doet. Na je basis voor echt dat beetje extra. Dat je echt zo'n super geshaped gezicht krijgt wat tof is voor foto's of zo. Niet iets wat je iedere dag zou doen. Althans, ik zou dit niet iedere dag doen, denk ik. Veel te veel werk. Oké, het ziet er echt super spectaculair uit met dit paletje wat ik heb gedaan. Het is ook al best wel messy. Ik weet niet of je dat kan zien. Hoe moet ik het blenden? Ik heb echt geen idee. Ik denk misschien dat het wel een goed idee is om het met de sculpting brush van Real Techniques te blenden. Omdat de haartjes heel dicht op elkaar zitten. En ik ben bang dat ik met deze sponsen te veel alle kanten op blend. Oh wow, het is best wel heftig. Het is al best wel opgedroogd. Misschien moet ik sneller werken of zo. Voor de highlighter pak ik toch maar even mijn spons. Oeh, ik heb hier wel een hard hoofd in dat dit er nog enigszins natuurlijk uit gaat zien, jongens. Misschien doe ik het ook wel helemaal verkeerd. Het is eigenlijk toch wel goed om het juist allemaal een beetje te mengen. Want anders blijft die contour veel te heftig. Ik ga ook nog een beetje onder de bronzer aanbrengen. Om dat dan weer wat beter uit te laten komen. Oké, jongens. Ik heb hem gebruikt. En ik heb hem zo goed als mij lukte. Heb ik hem uitgeblend. Maar ik zie vooral zo van een afstandje dat hiervoor. Dat het echt bij mijn voorhoofd nog best wel heel donker is. Alsof ik een soort van te donkere foundation heb. Die contour ziet er nu heel heftig uit. Omdat ik natuurlijk verder nog geen make-up op heb. En dat is dan een beetje contrasterend met mijn lichte huid. Maar voor de rest denk ik dat dat zo wel erg mooi gaat zijn. Hier zo. En die highlight die vond ik ook wel een mooi effect geven op mijn neusbrug. En hier en hier. Maar het was wel een gedoe om het goed in te blenden. En ik vind ook wel, je hebt eronder al foundation natuurlijk. En het is weer een crème product dat het best wel dik en veel is op je gezicht. En ik merk dat mijn neus kan er bijvoorbeeld niet aan. Dus daar zie ik nu allemaal droge velletjes die benadrukt worden. Dus dat is wel jammer. Maar op zich, de kleur vind ik erg mooi. Dat het ietsje koeler is. Dat heeft wel wat. Dus we gaan gewoon verder en kijken hoe het zo allemaal bij elkaar komt als we klaar zijn. Wat belangrijk is nu is om een beetje af te poederen. Ik was net per ongeluk al begonnen, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Dus dat gaan we nu nog even goed doen met de Prime and Fine. Want je hebt heel veel vloeibare producten op je gezicht. Dus we gaan alles even een beetje zetten. Dan ga ik verder met de Catrice Sun Glow Mineral Bronzing Powder. En dat is dus ook het nieuwe product. Deze is heel erg mooi. Hij heeft geen shimmer. Maar hij heeft een soort van sheen over zich, waardoor het er best wel natuurlijk uitziet. Wel wat meer oranje, dus het is echt niet echt een bronzer om te shaken, maar om wat warmte in je gezicht aan te brengen. Ga ik met de Sculpture Brush die we net ook hadden, ga ik die aanbrengen. En die plaats ik eigenlijk waar we net de contour hebben gezet, maar dan iets erboven om wat warmte in het gezicht aan te brengen.
Ik vind het een hele fijne bronzer van structuur. Vrij zacht is hij, maar toch niet te poederig. Ik heb zo'n vermoeden dat dit er heel gek uitziet, jongens. Maar goed, het is ook maar een experiment. Het is voor het eerst dat ik deze producten gebruik. Dus even testen. Betekent dus ook niet dat deze producten niks zijn als het er bij mij niet uitziet. Misschien doe ik gewoon wat helemaal verkeerd. Dan ga ik de Essence I Love Stage Eyeshadow Base gebruiken. En het Big Bright Eyes huidkleurig oogpotlood. Je hebt echt best wel een cake face van dichtbij, jongens. Maar goed. We gaan een budget look maken. En daarvoor ga ik ook weer van Catrice het Chocolate Nudes oogschaduwpaletje gebruiken. Ik vind deze heel erg mooi. Oké, daar valt het kwastje uit. Wat ik als eerste ga doen is een basiskleur aanbrengen. Namelijk deze crème kleur die mat is om de oogschaduwbasis mee te zetten. En zodat alles zo weer goed en gemakkelijk blend. Ik was echt zo blij trouwens met jullie reacties op mijn Get Ready With Me Valentijnsdag video. Jullie zijn zo lief. Echt. Ik weet niet. Ik heb gewoon allemaal lieve kijkers eigenlijk. Ik krijg alleen maar hele leuke reacties. Bijna alleen maar. Ik besteed vooral aandacht aan het positieve. Dat is het denk ik meer. Nu gaan we verder met een crease kleur. En ik ga deze kleur, deze middenbruine kleur die ook weer mat is, ga ik in de arcadeboog aanbrengen. Zorgt voor wat meer diepte. Nu gaan we in mijn favoriete kleur van dit paletje. Deze mooie rosé, goud, bronsachtige tint. Op een platte oogschaduwkwast en die gaat op het bewegend ooglid. Moet ze wel wat meer opbouwen, vind ik. Die shimmery kleurtjes dus. Ik doe het een beetje met deppende bewegingen. Het is een prima paletje, maar ik merk daaraan dan wel het verschil. Dat je het gewoon ja, wat meer moet opbouwen eigenlijk. Maar het is wel gewoon goed te doen. Nou, als je klaar bent met die kleur, dan ga ik in deze hele mooie, warme, ik zou zeggen roodbruine kleur. Die spreekt me gewoon heel erg aan. Dus dat doe ik nog een beetje op een puntig, stevig oogschaduwkwastje. En daarmee ga ik de Outer V ietsje meer donker maken. En de hele look wat meer diepte geven eigenlijk. Ik ga ook een beetje van die kleur onder het oog aanbrengen. Voor een beetje een smoky effect. En dan gaan we voor deze shimmery lichte kleur als highlight op het wenkbrauwbot. En in de binnenste ooghoek. Nog even alles mooi blenden met een schoon blendingkwastje. Dan ga ik voor de e.l.f. Liquid Eyeliner. Ik vind deze echt super fijn. En daarmee ga ik een eyeliner zetten met een kleine wing. Oké, die kleine wing is per ongeluk toch een beetje groter geworden dan in eerste instantie de bedoeling was. Maar goed, nu ga ik met de Catrice Glamour Doll Mascara ga ik mijn wimpers zwart maken en meer volume geven. Goed, de ogen zijn alweer af. Dit was eigenlijk echt heel simpel. Ik weet zeker dat iedereen dit kan namaken. Het is echt niet moeilijk. Dan gaan we verder met de rest van het gezicht. En dan gaan we natuurlijk dit mooie blush paletje gebruiken van Catrice. En ik vind het super moeilijk, want alle drie de kleuren zijn vet mooi. Ik zal ze even swatchen op mijn hand, zodat je ze ziet. De felle roze kleur met shimmer. Dan een zachtere koraaltint. En dan nog een lichte peachy kleur, die je ook wel mooi als highlight kan gebruiken. Ik ga nu voor deze middelste kleur. Ik denk dat die het mooiste past bij de wat warmere ooglook. Dan gebruik ik mijn Real Techniques Blush Brush en dan ga ik hem aanbrengen. Oeh, ik vind het een hele mooie kleur. Ook fijn hoe die er op je wangen komt. Niet super gepigmenteerd, maar er komt wel genoeg kleur vanaf. Je kunt hem mooi opbouwen. Daar hou ik wel van bij een blush. Dat het niet in één keer bam in your face is of zo. En dat je dan
net zo'n clown lijkt. Heel erg mooi. En nu ga ik met de Catrice Mineral Highlighting Powder ga ik de boel highlighten. Wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind om te proberen is om eerst nog eventjes uit het blush paletje deze lichte peachy kleur op de bovenkant van mijn jukbeenderen aan te brengen. Omdat het toch wel leuk is om even uit het paletje meerdere kleuren te laten zien. Dit geeft namelijk een hele mooie, een beetje zacht gekleurde highlight. En in combinatie met de blush vind ik dit wel heel erg mooi om te doen. Dus daarmee top ik eigenlijk de andere blush af als het ware. En dan gebruik ik voor de andere punten van mijn gezicht gebruik ik deze poeder. Die er een stuk koeler uitziet. Wel echt heel mooi. Vrij subtiel nog. En hiermee ga ik mijn Cupido boogje highlighten. Oh, hij is behoorlijk aanwezig hoor jongens. Ik had hem subtieler verwacht. Maar ik hou wel van een heftige highlight. Wenkbrauwbot. En ik top toch nog eventjes een klein beetje over mijn jukbeenderen. Kijk al die mooie swatches van alle producten. De blushes, de bronzer en de highlighter. Oh, love it. En dan ga ik het afmaken met de Sleek Birthday Suit Matte Pigment Cream. Matte lip cream eigenlijk. Dus die droogt mat op. Sommige Ethos of DA filialen verkopen het, maar ik heb hem op Boosie Shop besteld. Ga ik eventjes mijn haar losgooien, wat ik altijd doe als ik klaar ben met de make-up look. Omdat ik gewoon meer hou van mijn haar los. Heel erg veel volume in mijn haar, omdat ik net een staart in had. En tada, dit is dan de look. Ik moet zeggen, ik ben echt super erg onder de indruk van de blushes en de highlighter. Ik vind het echt onwijs mooie producten. Ook de bronzer vind ik heel erg mooi. Maar je moet hem dus niet gaan kopen als je denkt dat het een bronzer is waarmee je kan shapen. Hij geeft echt meer warmte. Er staat ook sun glow, dus dat belooft hij ook. Maar ik heb het idee dat het wel eens wordt verward. Hij is toch iets te warm om echt te shapen. Nou, echt shapen kan je dus wel met dit contouring palette van Catrice. De kleuren vind ik mooi gekozen. Op zich vind ik de textuur ook prima, maar je moet wel echt de tijd ervoor hebben, want je moet het heel erg goed inblenden. En bij je voorhoofd zou ik je aanraden om zeker niet te veel te gebruiken. Ik vond dat ik daar te veel had gebruikt, waardoor het leek alsof ik echt zo'n foundationrand bij mijn haargrens had van te donkere foundation. En ook als je dit gaat doen, is ook een tip om echt te zorgen dat je echt een lichte foundation gebruikt. Misschien zelfs iets lichter dan je eigen huid. Die bij mij was nu twijfelachtig tot net iets te donker eigenlijk. En normaal met concealer en zo licht ik de boel heel erg op. Maar nu ga je vooral ook heel veel donker aanbrengen wat je weer uitblendt. En ik vind nu dat het geheel gewoon, als ik kijk naar mijn nek en mijn huid, dat ik te bruin lijk eigenlijk. En daardoor geeft het een beetje zo'n cheap en cakey effect. Vooral van dichtbij. Maar ik vind wel dat de shape, hier het lichte en hier het donkere, dat wel echt goed is gelukt. Dus het is wel een mooi product. En leuk dat een budgetmerk is met zo'n cream concealer komt. Cream contour bedoel ik, want concealers hadden ze al. Maar dus echt zo'n contour paletje. Super leuk. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog als je ook graag zo'n soort video wil zien met een aantal nieuwe Essence producten. Want zodra ze bij ons in kruidvat zijn, ga ik ze even inslaan natuurlijk. En kan ik weer zoiets doen. En laat ook een reactie achter. Daar word ik echt heel erg blij van. En volg me op Snapchat. Dan kan ik lekker met jullie kletsen. Ik stuur ook heel erg vaak persoonlijk iets terug. Van een foto of een tekstje of soms een filmpje. Dus ja, als het je leuk lijkt om iets meer in contact te komen met mij, dan kan je dat zeker doen. Ik heet Sarah Rebecca NL. En dan zie ik jullie graag weer in mijn volgende video. Doei doei!